Afgelopen van de rest IJsselmeeuws met 2-0 gewonnen. Normaal heb ik altijd mijn vragen klaar, maar ik denk, zeg het maar Robert, wat zijn je emoties net na afloop van de wedstrijd? Over wat er allemaal gebeurd is op het veld hier. Nou ja, er is wat gebeurd. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik in deze fase heel graag terug wil naar de afgelopen week. Als je van de treffers wint en je wint daarna van Rijnsburg, dan is de stemming dusdanig euforisch dat niet alleen half Lisse in één keer zegt van nou dat lijst behoudt het in handen uit. Maar dan is het allemaal leuk, weet je. Dan is het een zangetje en dan is het een feestje en dan wordt alles voorgezet en wordt een leuke ballensfeer. Dan gaan we na afloop nog even lekker eten met z'n allen en dan gaan we daarna allemaal jongens wat leuke dingen doen. Niks mis mee als je daar mee om kan gaan, maar dan moet je de maandag weer staan. En maandag stonden ze er niet. Maandag stonden ze er niet, het drama. Nou ja, maandag moet je de boog niet altijd gespannen houden. Soms moet je zelfs maandag overslaan. 34 wedstrijden is lang. Dan moet je daar in ieder geval dinsdag scherp. Maar als op dinsdag al op voorhand wordt gezegd, trainen we niet te lang, want er is Champions League op tv. Dan zakt mijn broek al vooraf af. Dan spelen we 4 partijen basis tegen wissels. Wordt het 4-0 voor de wissels. Ja, ik denk het graag op camera. Wordt het 4-0 voor de wissels. En dan hebben ze weer op scherp. Want donderdag komt er een herkansing. En als dan donderdag op de training de basis tegen de wissels, dus grotendeels basis tegen het grotendeels wissels, 5-1 wordt voor de wissels, de slotpartij donderdag, voordat je tegen de vogels uit moet, dan moet je van goede huizen komen om dat weg te zetten. Als dan als druppel op een vloeiende plaat ook mijn fysieke trainer op voorhand zegt, de warming up was slapper dan de afgelopen weken, dan denk ik, hoe is het in vredesnaam mogelijk met zoveel ervaring met... Want die kon ik namelijk niks verwijten vandaag. Die kun je ook opnoemen, dat is Mali, die fantastisch in ieder geval in de 1-1. Dat is Eindhoven die totaal helemaal alles gaf en nooit verzaakte. En Mo die als enige een gele kaart pak op basis van strijd en inzet. Dus zijn hele ziel en zaligheid. Gasten, niks op aan te merken, fantastisch. Maar anderen moeten heel goed in de spieren kijken. Waarom ze niet alleen vandaag te weinig gebracht hebben, maar gewoon de hele afgelopen week veel te weinig gebracht hebben. En dan kan je zeggen, ja trainer, het is helemaal makkelijk lullen afloop, want dan had je juist de bank op moeten stellen. In plaats van de basis, nou, heel makkelijk gezegd. Daarnaast zitten we natuurlijk ook met personele problemen. Dus we stellen op wat we kunnen opstellen. Maar goed, dat was buiten dat. Ik vond twee, zoveel hebben ze niet gecreëerd. Hè? Dus je zegt het ook al heel snel, ja, gebrek aan strijd en dit en dat, dat was het zeer zeker. Zeker met de afgelopen week in mijn achterhoofd. Maar die twee goals, dat waren gewoon pure organisatorische fouten. Eindhoven die gaat de zone uit, mag die helemaal niet, maar wordt niet tegengehouden. Jong moet gecoacht worden, komt net kijken. De rechterkant ligt open, voorzet, boom, 1-0 achter. Akla zakt uit het middenveld in, wordt niet doorgedekt, wordt niet kort gezeten, kan open draaien, kan lekker een paas geven. Nou, die bal erin flukken, dat is helemaal een drama. 2-0. Dan denk je best het gespeeld, dat is niet zo, maar dat zei ik ze in de rust ook al. Op een niet al te vrolijke manier, want Tex stond ook 2-0 achter. En de manier waarop IJsselmeervogels na rust aanvangt, ik zou ze ook verrot gescholden hebben na afloop. Dramatisch, zo arrogant, zo fout. Waar moeten die 2-1 binnen schieten? Doen we niet. Keeper Schaap onderscheidt zich een paar keer. Heel goed. Heel goed. Dan maak je die aansluiting niet, dan neem je alle risico's van die. Dan zet je die onervaren jongens gewoon in 1-1 met zoveel ruimte in de rug. Petje af. En nogmaals, IJsselmeervogels uitvliezen met een gehavende elftal is helemaal niks mis mee. Want Rijnsburg verliest hier ook 6-1. En dan verliezen die hier veel meer ploegen dan dat ze hier wedstrijden winnen. Alleen, ik ben meer boos op het voortraject, zeg maar, richting deze wedstrijd dan misschien wel de uitslag. Ja, als je voormalig zie je dus aankomen dat het dan zaterdag misgaat en dan is het dus niet meer recht te zetten. Nee. Dat is alles aangedaan. Alles aangedaan. Kansloos ben je. Kansloos. Ja.
Ja, dat is een harde conclusie. Ja. Dan moeten we naar de volgende week. We kunnen er even niet omheen. Normaal zouden we dat niet over praten. Nee, maar goed, je kan wel zeggen, ja, AFC wint 3-1. Ja, wint 3-1, ligt naast jou weer 2-2. Wint 3-1, die gaan over ons heen. Ja. Nee, ik wil zeggen... Lien de Vries 5-0. We kunnen er even niet omheen, maar we moeten toch ook even helaas benoemen dat onze keeper nou niet echt zich onderscheid heeft. Nee, maar... dat is ook niet leuk. Oli, hoofdletter, dom. Ja. Hele grote letters. Ja. Als je als keeper zijnde... Dit doet, je hebt ook nog eens 7 gele kaarten achter je naam staan. Waardoor je opnieuw een schorsing aan je broek hebt in de wedstrijd der wedstrijd. Dan is het wel even een steekje op. Ja, want nu wat Wesley Storm is deze week vertrokken in Amerika, dan blijft er dus 1 volwassen, letterlijk volwassen keeper over. Ja. Dan moet je dus Jorgen Lens doorschuiven vanuit A1. Nou, die heeft natuurlijk al meegetreden, maar ja, we moeten roeien met 3 die we hebben. Nou, we roeien gewoon door met de riemen die we hebben. En het is niet anders. Kijk, het is gewoon niet anders, Jan Kees. En dat het dat half lisse dag na 6 punten, we zijn er. Want dat proef ik, ook in de club. Ik proef het op alle fronten. Weet je, die druk die op de treffers lag, die lag in iets mindere mate op Rijnsburg. En die lag op nog mindere mate op deze wedstrijd. En wij proberen er alles aan te doen. Ik ben maandag met ze bezig geweest, ik ben dinsdag met ze bezig geweest, ik ben donderdag met ze bezig geweest. We hebben de fysieke trainer die de warming-up veroorzaakt. We zijn alle fronten met ze bezig. Maar wij moeten dit niet doen. Gasten moeten het zelf doen. En die moeten uiteindelijk in ieder geval alles geven. En als je dan tekort schiet, omdat je met je personele problemen, of je bent gewoon als ploeg niet goed genoeg om op dit niveau te acteren, want die conclusie moet je trekken als je het einde niet haalt. Alleen we hebben het nog steeds in eigen hand. En we moeten niet denken dat we er zijn. Dus 5-12 is in mijn ogen gewoon weer opnieuw 1-12 geworden. Maar 1-12 was het voordat we tegen de treffers moesten. En langzamerhand zag je de klok weer terug aan de 5-12. En dan was het allemaal de sfeer en lachen en gieren en lullen. En kunnen wij niet. Je moet niet denken dat we goed zijn. Ik denk dat je nu genoeg erover gezegd hebt. Ik denk dat de jongens ook beseffen dat het anders moet. Terug naar vorige week. Het kan niet anders dat deze groep zich volgende week gaat revancheren. Dat heb ik ook een goed gevoel bij, Jan Kees. En dan staan we weer tegen Linden. Dit vergeten we snel. Op naar Linden. FC Lisse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Meer, administratiekantoor, administraties, jaarrekeningen, inkomstenbelasting, belastingadvies.